Hey, joh mensen, mijn naam is Ralf de Kramer en vandaag ga ik weer eens vloggen. Het is vandaag 30 juli of zo. Even kijken. Het is vandaag 30 juli, zondag 30 juli. En vandaag is dat weer de eerste dag dat ik thuis ben in 3 weken tijd. Vandaag ga ik jullie laten zien wat ik vandaag ga doen. Ik denk dat ik ga beginnen met het bijknippen van mijn... Ja, ik heb een soort van moestuin. Dan, ik zal jullie even laten zien. Even nu laten zien. Oké, nou ja, dit is dus niet mijn moestuin. Maar toen ik wegging bij mijn moestuin, was mijn moestuin hooguit zo hoog. En nu is het zo hoog. Daar hangt de courgette. Dus dat moet ik even goed doen. Want ja, kijk maar, hier zo zitten echt gewoon een paar bloemen aan die gewoon echt overduidelijk dood zijn. Bijvoorbeeld die hier is dood, die... Maar die gele niet, maar echt gewoon letterlijk diegenen die dood zijn, zijn wel gewoon even dat ik die even weg moet halen. Ja. En die tomaat, ik weet niet of jullie dat zien, maar even kijken. Hier is een klein, is al een tomaat. En ja, die hoef ik dus niet bij te knippen, maar bijvoorbeeld daar met tomaten, of mijn aardbeienplant wel even, ja. Dus dat ga ik vandaag even doen, even bijknippen. Dat het er even een beetje verzorgder uitziet. Want ja, nu ziet het er niet echt uit. Maar als het bijgeknipt is, dan ziet het er wel mooier uit. Ja, het is echt gewoon superveel. Ik weet nou echt niet meer ook. Soms weet ik gewoon niet meer wat is. Sowieso weet ik wel dat dat courgette is. En, ja, ik weet eigenlijk echt niet. Ik laat jullie dadelijk wel zien wat is. Nu kan ik dat gewoon niet echt zien. Volgens mij is daar in die hoek zit wel cherry tomaat of zo. Of nee, dat was daar. Nou ja, ik zie jullie dadelijk wel. Oké, nou ja, zo ziet het er dus uit. Wel een aantal dode bloemen dus. Ga ik er even nu van afknippen. Hier zo hangt een komkommer. Misschien wel een van de meest downy komkommers die ik ooit heb gezien, maar oké. Okay. Ik weet niet wat dit is. Ja. Dus ik ga nu even bijknippen en ik zie jullie dadelijk. Zo ziet het er nu uit. Maar de komkommerplant is Brengster Gangster. Maar moet je hier kijken. Hij is letterlijk helemaal zo gegroeid. En is die vanuit hier helemaal zo gegroeid. Dat is echt zo bizar. Ja, en bij mijn aardbeienplant durf ik niet te komen, want er zitten allemaal wespen die tomaat die aardbeien opeten. Dus, ja. Oké, het is nu, hoe laat is het? Mm-hmm. Ja, oké. Dus voor 5:10. En ik heb dus net, gedoucht. Ik heb ook nog mijn planten gedaan. En zoals jullie kunnen zien, mijn planten, die met name mijn aardbeienplant. Hoe zat die camera nou op hier? Op mij. Die wordt overgenomen door wespen en beesten en alles. En ja, ik heb dus besloten om, ja, want ik eet toch niet zoveel aardbeien. Dus ik heb besloten om gewoon die ja, wespen en zo gewoon en vliegen en ja, vogels gewoon mijn aardbeien op te eten, omdat ik het toch niet erg vind. En geef de bekker terug aan de natuur. Ja, ik geef de aardbeien terug aan de natuur. Dus ja, mijn vader gaat nu Chinees halen. Als die nog gaat en ik zie jullie dadelijk wel. Oké, dit gaan we nu eten. Dat heeft je moeder net gekeurd. Nee, dat was niet waar. Oké, nou ja, dit was dus de vlog van vandaag. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. En laat hem natuurlijk een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer ook op mijn kanaal en op mijn tweede kanaal. Het linkje, het staat niet in de beschrijving, sorry. Maar als je naar kanalen gaat waar ik op geabonneerd ben, dan staat er Ralf de Kramer Extra. Dus als jullie daarop willen abonneren, zou ja, fijn zijn. En ik zie jullie wel de volgende vlog.
Laters, mensen.